een van de hoogste ambities in de hele wereld. We zijn goed in onderdelen en systemen leveren. Dat waren we al, dat zijn we nog steeds. En we zijn inmiddels ook echt significante spelers aan het worden in e-trucks, e-busses en light electric vehicles. Wij hebben dieseltrucks laten ombouwen naar elektrisch. De chauffeur behoorlijk veel invloed heeft in de business case. Een goede chauffeur die kwam met 20% meer batterijcapaciteit thuis aan het eind van de dag dan een chauffeur die het wat minder goed had begrepen. En er hoeft er niet eens een verwarmingsmotor in te zitten. Ik vind de elektrische kant minstens zo interessant, want er komt natuurlijk een heleboel innovatie bij kijken. Dat vind ik ook het leuke aan het werk wat we nu doen bij het HBO. Dat is vooral die link leggen naar de industrie. En een van de mensen uit de industrie, zelfs bij ons direct om de hoek, zou ik bijna zeggen, in Nijmegen, staat hier links naast mij. Willem Nieuwland, hij is van Heisterheel, zoals hij al zei. En hij bouwt gigantisch grote machines. Op een batterijpakket wat we nu in die truck kunnen krijgen, kunnen we denk ik 3 à 4 uur rijden. Uiteindelijk in alle studies die we gedaan hebben, zijn we ook achtergekomen dat waterstof misschien wel eens een hele interessante optie kan zijn. En inderdaad, met waterstof kunnen we een truck bouwen die een dag lang in de haven vol continu rond kan blijven rijden. Elektrisch vervoer, wat is er nou nodig om in heel Europa elektrisch rijden te stimuleren? Nou, toen onderzoek naar gedaan, we zijn naar Zuid-Limburg gegaan en gezegd, nou, dit is een rurale regio. Laten we hier eens kijken, wat heb je nodig om elektrische deelmobiliteit te kunnen laten slagen? Die 3 hogescholen nog beter samen te laten werken op vernieuwing van onderwijs door onderzoek. En als hogeschool doen we dat altijd niet in de praktijk. We zijn geen wetenschappelijke instelling, we willen uit de praktijk leren. Hoe gaat het nu? Hoe zou het kunnen? En gebeurt het dan ook zo? Ja.